Veel bedrijven zeggen ook dat het een uitdaging is om divers talent aan te trekken. Is dat echt zo of wordt er gewoon niet goed genoeg gezocht? Nou ja, dan moet ik even denken aan Mark Rutte die het nieuwe kabinet presenteerde. En zei van ja, toen hij daar kritiek op kreeg, ja, maar ik ben voor kwaliteit gegaan. Nou, dat is natuurlijk het grootste kul-excuus aller tijden. We zijn als mens gewoon geneigd om mensen die op ons lijken als kwalitatief beter te beoordelen en daar sneller een klik mee te hebben. Ja, hoe haal je dat uit je selectieproces? 4000 mensen weten meer dan ik. En als je dat echt in essentie door wil voeren, dan luister je naar alle stemmen die er zijn. Dan weeg je alle stemmen mee en dan kijk je niet van nou, wat zijn de meeste stemmen, maar wat zijn de relevante stemmen.